Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag maken we gestoofde ananascake. Mijn variatie. Laten we gelijk aan de slag gaan. Natuurlijk, als we deze cake gaan maken, hebben we verschillende ingrediënten nodig. Als je deze ingrediënten in huis hebt, haal je het gewoon bij de supermarkt. Allereerst de boerencakemeelmix. Daar zit 400 gram in. Alle benodigdheden zitten er al in. Dus kant en klaar. Vervolgens heb je 4 eieren nodig. Medium eieren op kamertemperatuur. 200 gram roomboter. Ik heb voor roomboter gekozen. Je kunt ook margarine kiezen. Net wat je in huis hebt. Zorg dat die ook lekker op kamertemperatuur is. Vervolgens heb je een zakje vanillesuiker nodig. En suiker, rietsuiker, 250 gram. En een klein theelepeltje vanille essence. Een bakblik. Een vormpje als je nog wat over hebt. En vergeet vooral niet de oven alvast voor te verwarmen. Lekker op 200 graden. Maar gaat de cake in de oven, in het midden van de oven, boven en onder temperatuur, dan is het voor 60 à 70 minuten op 150 graden. En wat je natuurlijk verder ook nog nodig hebt, is ananas. Uit blik heb ik dit keer voor gekozen. Het hele jaar door kun je aan ananassen komen. Maar ananas uit blik, weet je precies hoe de smaken zijn. En even stoven en je ananas smaakt heerlijk in de gestoofde cake met ananas. Dat is dus 400 gram ananas uit blik. Zo, ik ben niks vergeten. Laten we gelijk aan de slag gaan. Dan gaan we beginnen met het stoven van de ananas. Ananas heb ik al in stukjes gesneden voordat je het natuurlijk uit de blik haalt. Het sap dat ik eruit heb gehaald is 200 ml. Die gaan we gebruiken. Pan is op het vuur. Lekker heet laten worden. Ik gooi alvast het vocht van de ananas erin. Zodat je geen extra water hoeft toe te voegen. Want het is even kort stoven. En dan is het lekker heel snel klaar. Ananas gaat lekker in de pan. Rietsuiker die we al hebben afgewogen. Ik zei misschien bij de ingrediënten 250 gram. Maar als ik het nu zie, is best wel veel suiker, hè. Dus 200 gram suiker is het geworden. Dat gaat erbij. Oh la la, je zou wel denken, wat een zoetigheid. Maar verder voeg ik geen suiker toe natuurlijk aan deze gestoofde ananascake. Dit is alles wat je nodig hebt. Hou het in de gaten, blijf erbij staan. En na 10 à 5 minuten is alles gekalamiseerd. Het vuur middelhoog. En blijf in de buurt om aanbranden te voorkomen. Zo, waarom heb ik voor de ananascake gekozen? De gestoofde ananascake is een heerlijke variatie op de normale cake. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe. En het is mijn lievelingscake. Mijn moeder maakte hem vroeger altijd voor mij als ik jarig was. Dus waarom niet nu tijdens de feestdagen? Makkelijk, heerlijk en snel te bereiden. En weet je wat ook heel leuk is? Als je op mijn kanaal komt en je bent nog niet geabonneerd, kun je je geheel gratis abonneren. Daar help je mij ontzettend mee, want ik heb mijn analytics bekeken en daar zag ik dat 80% op mijn platform langskomt, maar zich nog niet abonneert. Dus druk de subscribe button in en dan ben je gelijk geabonneerd. En dan blijf je altijd op de hoogte wanneer ik mijn video's upload. Alvast van harte bedankt! De ananas die hebben we al inmiddels gestoofd. Die heb ik laten afkoelen, 10 à 15 minuten. Tussentijd altijd even een beetje roeren om te kijken als alles goed gaat en het niet aanbrandt. Dan is hij heerlijk klaar. De mixer is de volgende stap die we nu gaan doen. Nadat ik de ananas heb weggedaan, ga ik verder met de mixer. Ik pak de mixer erbij en ik doe boter in de mixer. 200 gram boter, roomboter of margarine. Is de boter nog hard? Doe het heel even, 30 seconden of zelfs nog korter, even in de magnetron. Zodat die zacht is en in de mixer helemaal opgelost wordt. Een hele dunne, een dunne massa. Vervolgens ga ik verder met mijn boerenmix cakemeel. Even in een zeefje om te stuiven te voorkomen. Dat voeg ik aan de boter toe. Vervolgens de 4 eieren gaan er dan bij. Eieren toevoegen, mengen met elkaar. 3 minuutjes. En dan als laatste natuurlijk
de ananas die al is afgekoeld. Het is nu heel koud buiten, dus je kunt de ananas even buiten zetten of bij een open raam. Dan koelt de ananas heel snel af. Heeft u de ananas eraan toegevoegd? De laatste ingrediënten die er dan bij gaan is de ananasassance. En ik zeg het verkeerd. De vanilleassance gaat erbij. Een klein theelepeltje en het zakje vanillesuiker. Mix dit geheel 3 minuutjes à 4 minuutjes. Mix het geheel bij elkaar dat alles een heel luchtig wordt. Je ruikt de aroma's al en daarna kan de mixer uit. En hou je je bakblik gereed. Ik heb de bakvormblik inmiddels ingevet met de boter wat ik over had. En ik heb er bakpapier in gedaan om plakken te voorkomen. Dat is optioneel. Je mag het ook zonder doen. Maar ik heb gemerkt als je dit erbij doet, dan blijft je cake heel mooi als je hem straks uit de blik haalt. En dat willen we natuurlijk. Alles is gereed. Het zit in de blik. Ik heb hem niet overgoten, want het gaat nog rijzen in de oven. Plaats de bakvormblik in het midden van je oven. Oven boven, oven onder, 150 graden voor 60 à 70 minuten. Tussentijd even testen met de satéprikker om te zien als het gaar is. Maar laat hem even in de oven, zeker de eerste 30 minuten, niets aan doen. Ik heb natuurlijk net een gestoofde ananascake gemaakt. Wat kun je nog meer maken op het gebied van cakes? Ik heb nu een playlist natuurlijk van heerlijke cakes. De Bojor alom bekende Surinaamse cake met kokos. En wat is er nog meer te maken? Ik heb natuurlijk ook de Surinaamse rumcake gemaakt. Heel lekker met rum. Echt 7 jaar oude rum. Lekker laten rijpen. Ook die kun je uitproberen. En dan een nieuwe erbij natuurlijk. De gestoofde ananas. Wil je nog meer zien? Bijvoorbeeld de Viado? Dan maak ik die volgend jaar. Als je dat natuurlijk wilt. Laat een reactie achter. Zo, hier is het dan. Gelukt. De gestoofde ananascake. Precies zoals ik hem wilde hebben. Wil jij dit nou ook proberen? Ga ervoor. Alles staat omschreven bij de omschrijvingen. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan, want dat is gratis. Voor nu een gezond 2023. En tot volgend jaar dat ik jullie weer mag verwelkomen op dit kanaal. In de keuken van Chimène is er volgend jaar ook weer bij. Et voilà, sosolobi! In de keuken van Chimène. Ciao, ciao! Gelukkig nieuwjaar! En natuurlijk, voor al mijn lieve, trouwe kijkers, wens ik jullie de beste wensen en een gelukkig Happy New Year! Bedankt alle fans voor het kijken. Mede dankzij jullie blijf ik nog heerlijke, lekkere recepten voor jullie maken. Wil je nog meer zien in dit nieuwe jaar? Laat dan een reactie achter, volgen, delen en liken. En de beste wensen voor 2003! Happy New Year!